Ja, dan kan het niet anders dan dat het een leuke middag wordt. Ik wens u een bijzonder goede middag vanaf de bovenkant van Galgenwaard. Terwijl ik kijk naar wat geconcentreerde, maar ook bedenkelijk kijkende Aljen Schut. Ik zag ook Rob van Dijk door uw beeld schuiven. De Moerje staat centraal voorin. Utrecht speelt niet met twee spitsen, maar met drie vooraan. En naast de Moesje zijn dat Duplan aan de rechterkant en Takagi, die jonge Japanner, aan de linkerkant. Aanvallende bedoelingen bij de mannen van Jan Wouters. Zo door Jan Wouters bevolen. En terecht, want Utrecht moet zich revancheren voor de wedstrijd van afgelopen donderdag tegen de Graafschap. Verliezen kan, maar op die manier dus niet. Van Dijk, na de ongelukkige wedstrijden van Cummins en Fernandes, staat hij op doel. Bulthuis, Wouters, Schut, Van der Marel. Van der Marel, geen Bovenberg daar. Sneijder, Van der Gun, Assare. Martensson is geblesseerd. Een ander middenveld. Takagi, De Moesje, Duplan. Geen plaats voor Gernd, drie man voorin. De Moesje in de punt van de aanval. Om dat allemaal nog maar duidelijk te maken. Gentenaar op doel bij VVV. Leiva Cabessi, de recht, staat centraal achterin. Forstelmans, Timisela. Yoshida schuift naar de plaats waar de geschorste Hollaar normaal gesproken speelt. En voorin Wildschut, Uchebo, Genuo Forus en Berghuis, geen Linsen. Makkeli is de scheidsrechter. Alle supporters die meegereisd waren naar de Graafschap, naar Doetinchem, die hebben in ieder geval de toezegging gekregen dat ze hun centjes terug zullen krijgen. 128 man. En dat wordt dan zo langzamerhand toch een aardig bedrag. Ik weet niet of ook dat de spelers persoonlijk wordt verhaald. Maar Meeuwis is de man die het praatje houdt bij VVV. Dat nog een goedemiddag alle kans maakt. Om, of nou alle kansen niet, maar voor alle kansen moet vechten om uit de na-competitieplaatsen vandaan te blijven. Dat kan dus nog wel. Maar NAC Breda heeft een onverwacht puntje gesnoept in Enschede. En het gat tussen VVV en NAC Breda is nu 6. Daarboven weer ADO, waar VVV nog komt tegen te spelen. En Utrecht kan in theorie ook nog op een play-off plaats komen. Maar moet dan een aanzienlijk gat overbruggen richting Roda. Utrecht, het wordt verwacht dat er fel gestart wordt. Dat de VVV onder de voet wordt gelopen, bij wijze van spreken. Op een nette manier. Eens kijken of dat in de praktijk ook lukt. Schut. De verwachting is dat met de terugkeer van Van Dijk er ook wat meer rust achterin komt bij Utrecht. Forstemans. Hij is nog van Utrecht. En Maguire, die was ooit van Utrecht. Hij speelt zijn eerste bal. Azar werd tegengehouden. Door Yoshida, die dus op het middenveld speelt. En daar het meeste van doen zal krijgen met Van der Gun. Forstemans had weg. De omsingeling is er wel meteen, Forstemans. Van der Marel. Buitens. Weggehaald door Leiva Cabessi. Wildschut afgetroefd door Van der Marel. En De Moesje met een poging die in ieder geval applaus oplevert. Maar ook slechts een doeltrap. Het was ook erg lastig om daar iets meer uit te halen. VVV verloren van Vitesse. Opmerkelijke serie van de mannen van Lokhoff.
ten tijde van Lokhoff. 4 overwinningen op rij en daarna 5 nederlagen. Er zit een bepaald soort evenwicht in, maar niet het evenwicht waar Lokhoff blij mee is. Buitens haalde weg. Bulthuis. En Van der Gun. Van der Marel. Duplan heeft daar last van Wildschut en Leiwe Cabessi. Wildschut, zijn eerste beweging is sierlijk, maar het herstel is er van Azare. En Wildschut zelf corrigeert en doet dat netjes. Speelt de bal. Yoshida valt zelf. Dan krijgt hij hier de gelegenheid om de bal weer naar voren te spelen. Meeuwis mag gooien. Uchebo. Meeuwis. Doorgelopen is Berghuis. Uchebo is voor het doel. Berghuis kijkt. Maar schiet hem vervolgens tegen Bulthuis af. Nee, dat was Wouters. Maar in ieder geval, hoekschop is het. Weghaalt de Moesje, die hem niet zo lekker op het hoofd krijgt. Want al voor zichzelf niet, want hij kwam wel ver. Maar hij is sterk en kan tegen een stootje. De Moesje, die nu weer naar voren loopt. Leiber Cabessi, Gentenaar. Het moet anders. Hij heeft Wouters aangegeven. Donderdag zeer boos. Vrijdag teleurgesteld. En zaterdag weer constructief. Positief in de richting van vandaag. In de hoop dat zijn spelers diezelfde ontwikkeling doormaken. De Moesje. Van de Gun. Takagi. Schot van richting veranderd. Bal blijft hangen. Appel voor Hens. Makkeli spreidt de armen. En laat het erbij. En dan kun je verder protesteren wat je wil, maar het wordt niet meer teruggedraaid. Zou zomaar kunnen. De Moesje verhindert een wat beter zicht. Uchebo even vastgehouden, maar hij is groot en sterk. Heeft nu Azara bij zich en die loopt harder. En corrigeert daardoor. Yoshida. Ja, daar kunt u dus terecht. www.eredivisielive.nl. Sidekick, terwijl Wildschut zijn eerste actie doet en daar een hoekschop aan overhoudt. www.eredivisielive.nl/sidekick, tweede scherm. Je kunt daar van alles op vinden naast de actuele beelden op uw eerste scherm. En je kunt aan het eind van de wedstrijd ook meedoen aan de verkiezing Man of the Match. Man van de wedstrijd. Dus niet man of the match, maar man van de wedstrijd. Makkeli moet even wat sussen, vindt hij. Tussen Duplan en Meeuwis. En dan kan Berghuis de hoekschop trappen. Duplan. Azar, een mooie beweging. Duplan. Dat is gewoon een ingooi voor VVV. Dacht er wat te makkelijk over. Kwam niet zomaar langs Berghuis. Yoshida. Opent op Timisela. Kreeg even bezoek van Van der Gun.
Schut heeft last van Uchebo. Maar kan verder. Meeuwis. Goed gelopen door Berghuis. Het schot is niet venijnig genoeg. En Van Dijk moet voor de eerste keer gaan strekken. En dat valt niet mee als je 42 bent. Dat valt wel. Oostermans, Yoshida. De recht. Oostermans. 8 minuten. En daar is de eerste kans voor VVV. En die gaat erin. Die gaat erin ook. Maguire die weigert, denk ik, om zijn Utrechts verleden hardop te juichen, maar hij telt even zo goed. En zo is het niet Utrecht dat daadkrachtig uit de startblokken komt. Ja, wel qua intentie, maar niet qua resultaat. Terwijl Uchebo daar zwaar gelanceerd op de grond lijkt te liggen. Heeft ploeggenoot Maguire een feestje te vieren met zijn teamgenoot. Paas van achteruit van Forstermans. Dan wordt er slordig slecht verdedigd eigenlijk. Krijgt Uchebo daar iets tegen het gelaat aan. Is dat de bal? Ja, dat is dus een hardhandige combinatie tussen Uchebo en Maguire. Maar het levert uiteindelijk wel een vrije doortocht op. Hij maakt het daarna wel heel mooi rustig af. Want Van der Marel loopt net een pasje te veel om de bal nog weg te kunnen koppen. En de handen blijven omlaag vanwege het Utrechtse verleden. Maar de vreugde zal niet minder zijn. Dat is de meest pijnlijke assist ooit, schat ik zomaar in. Voor Utrecht lukte het nooit, maar bij VVV is het de derde van dit seizoen. Dupla, Gentenaar, wat deed je daar? Bal in zijn net, maar daar ligt het ineens helemaal open hier. En Gentenaar doet het uiteindelijk goed, want hij tikt de bal met het linkerbeen over de achterlijn. En de Moesje wil hem er wel in douwen zelf. Gentenaar voorkomt dat. En dan is Wildschut sterker dan Dupont. Wildschut met Van der Malen, die moet terug. Durft het duel niet aan. De reputatie van Wildschut is bekend. Maar hij heeft nu 2 VVV's direct om zich heen. En dan haalt hij er toch nog een hoekschop uit. Dat is een maximaal resultaat. En Dupont is woedend. Woedend op Makkeli. Waarom? Wees boos op jezelf. Stop daar je energie in. De poging van de Moesje en de goede reflex van de Gentenaar. Zo zit het Utrecht niet mee. Want Maguire maakte het uiteindelijk mooi af. Maar de manier waarop hij vrijgespeeld werd. Berghuis. Yoshida. Azare. Daar is Van der Gun. Van der Gun die daar overtreding maakt. Op Luibe Cabessi. Die denk ik ook ongelukkig terechtkomt vanwege de duw. Hier dan kun je niet meer controleren hoe je uiteindelijk op de grond belandt. En dat is tamelijk hardhandig. Door toedoen van Van der Gun. De ogen dicht, dat is geen goed teken. Het kan zomaar zijn dat je alle adem even kwijt bent omdat je zo vol, zonder je te beschermen, op de grond terechtkomt. Omdat Van der Gun die duw gaf op het moment dat Luibe Cabessi in de lucht hangt. En hij lijkt helemaal van de wereld, hoewel hij nu toch wel weer tekenen van leven vertoont. Misschien dan snel al iemand als Niels Fleur of Quinn Kruijsen. Maar eerst maar eens even kijken bij Luibe Cabessi. Die zal in ieder geval eerst even naar de zijkant moeten. Het Utrechts publiek dat al chagrijnig is.
na deze opening. Wordt er niet vrolijker van. Maar Luijwe Kabessi zit daar echt niet voor zijn lol. Dat hebben u en ik kunnen zien. Moment van duwen van der Gun. Hier. Dan komt hij ongecontroleerd op de grond. Het lijkt een wielenblessure. Sleutelbeen. En zo kwam hij ook wel een beetje neer. Lokhoff uiteraard bezorgd. Om de speler zelf, maar ook om de consequenties van de pijn. En de grootte van de blessure, want dan moet je snel wisselen. Maar vooralsnog lijkt het erop alsof Luijwe Kabessi terug wil. Nou, hij is terug. Luijwe Kabessi. Van der Gun. Met Yoshida. Maguire. Azar speelt de bal te ver voor zich uit, zo lijkt het. Maar twee VVV'ers laten het aan elkaar over. Waardoor Azar ineens vrije doortocht had. Misverstand tussen Berghuis en Meeuwis hier. Pak jij hem, pak jij hem. Nou, niemand dus. En het vervolg is niet echt gunstig voor Utrecht. Want het is geen schot en het is geen voorzet. Van Azaren. En eigenlijk wordt het er maar eenvoudiger op voor Utrecht. Aanvallen. Wildschut met Van der Gun. Maar hoe eenvoudiger de opdracht, hoe moeilijker de uitvoering blijkbaar. Tot nu toe. Keihard werken en dan maar zien of je je boven de slechte vorm of wat dan ook uitknopt. Wuiters terug naar Schut. En Bulthuis die de paas van Schut niet kan controleren. Van Dijk en Ucebo die daar langs komt. Dus levert Van Dijk zomaar in. Dat doet Luijwe Kabessi ook met de paas die niet bij Wildschut komt. De Moeze. Duplan. Ja, Makkeli geeft in eerste instantie voordeel, maar dat heeft Utrecht er niet echt van. Daar kan Makkeli ook niet zoveel aan doen. Luijwe Kabessi. Ucebo. Wildschut weer zomaar langs de mensen geglipt. En daar is net op tijd de redding
van Schut voordat Berghuis de bal binnenschuift. Tik van Uchebo bij Azare. Voordeel, zegt Makkeli. Snijder. Wat een actie van Wilschut. Uchebo. Niet bij Wilschut. Vanaf de linkerkant met de rechtervoet en hij is niet tegen te houden. Hij wordt door zijn kameraden voorin en ook vanuit het middenveld niet adequaat genoeg gereageerd. Want Wilschut had daar iemand moeten vinden die vrij stond. En zo ziet het er nu uit. Van Dijk. De Moesje. Vlag omhoog tegen De Moesje. Die het daar uiteraard niet mee eens is. En eerlijk gezegd. Ging De Moesje voor de schouder doen. En gaat Laila Kabessi nu geel krijgen. Omdat hij te lang de tijd neemt bij het nemen van een vrije trap. Ook een beetje omdat het hier niet echt rustig is volgens mij. Nou, slim is het natuurlijk ook niet. Van VVV. In de categorie totaal onnodig is dit er echt eentje. Makkeli vraagt aan zijn assistent, die weet het niet. En dan zegt Makkeli, dan besluit ik het wel. Geef maar VVV. Uchebo, even sneller. En Uchebo 0-2. Slap verdedigd door Wuiters. Echt heel slap verdedigd. En Uchebo, die zelden scoort, doet het nu wel. Wat gebeurt hier in de Galgenwaard? Van Dijk kon er niet zoveel aan doen. Maar Wuiters mag zich dat bijvoorbeeld aantrekken. Ja, bal is over de zijlijn geweest en dus gaat de ingooi naar VVV. En dan staat Utrecht nog te appelleren. En Uchebo haalt van buiten de 16 uit. Is hier buiters te slim af, die houdt nog wel vast. Maar daar is Uchebo niet van onder de indruk. En hij schiet feilloos binnen. Zijn tweede pas dit seizoen. En alle goede bedoelingen ter spijt. Dat is na 21 minuten 0-2. Van der Gun. Snijder. Van der Gun. Van der Marel. Snijder. De Moesje. En dan nog bijna binnen gewerkt door Timmy Sela. Maar dat wordt een hoekschop. Terwijl De Moesje daar geblesseerd op de rand van de 16 ligt. Dat zal toch met 2-0 achter ook niet voor je lol zijn. En Duplan, de gebaat aan Makkeli, kijk nou eens. Maar wat gebeurt daar precies? De Moesje kopt de bal en komt dan in contact met Forstemans. Terwijl Timmy Sela daarachter
de bal dan als laatste raakt. Het was één keer ingesnoten. Nou, dat kun je Utrecht toch niet ontzeggen. De eerste 22 minuten terwijl we kijken naar de veelgeplaagde man Voekeboy. Want er wordt wel hard gewerkt, maar het levert niks op. Slap verdedigd, dat ook. Pech bij die 0-1 een beetje, want het was een ongelukkige combinatie. En het lopje van Maguire werd nog bijna door Van der Marel van de lijn gehaald. Maar dat bijna en dat het net niet en dat het allemaal tegen zit. Ja, dat heeft toch ook een oorzaak. Geappelleerd bij die ingooi. Waarbij de bal al geheel over de lijn was. En daarna schudt hem nog tegen de tegenstander aangooide. Hij heeft bloed aan het hoofd opgelopen in het duel met Forstemans, terwijl Azara overlegt met Wouters. Moet de Moesje er dus in ieder geval voorlopig af. En zolang dat nog niet het geval is, kan de hoekschop niet genomen worden. Wouters, Bulthuis, schudt. Kan Utrecht wat dichterbij komen? Voorlopig niet. De Moesje snel de kleedkamer in om een en ander dicht te spijkeren. Tenieten. Dicht spijkeren is wat altijd rigoureus. Maar niet te wel. Die Michela. Uchebo. Slechte paas van Maguire. Levert zo in bij Schut. Azare. Takagi. Dat is een mooie beweging. Daar komt landgenoot Yoshida nog een keer tegen. Azare. Daar is Dupla. Geen de Moes. Weggehaald door de recht. Gentenaar zit ernaast een beetje. Maar Sneijder kan niet trappen, dat doet Wildschut. En het is een ferme opruiming. Slechte paas. Van Schut, waar Van der Marel dan weer niet bij kan. Ook al omdat hij bijna wegglijdt. Zo komt het maar niet in gang bij Utrecht. En wordt de VVV er alleen maar sterker op. Gesteund natuurlijk ook door die 2-0 voorsprong. En eigenlijk al na de eerste 3-4 minuten. Zag je VVV wat beter in de wedstrijd komen. Maar goed, u zag het in de statistiek vorig seizoen ook op voorsprong, maar uiteindelijk met 3-2 verloren. Daar tekenen ze bij Utrecht allemaal voor natuurlijk. Dat scenario. Deel 1 is klaar. En nu moeten de goede fragmenten komen. Intussen moet Utrecht met 2-0 achter en een man minder voorlopig. Schut terug naar Van Dijk. De Moesje is er alweer bijna.
Als het hem is. Wel rust nummer 9, maar... Hij is terug. Forstemans. Yoshida. De Moesje en Forstemans. Forstemans krijgt de vrije trap tegen. Ja, het is vasthouden van beide kanten. Sneijder en Takagi bij de bal. Als de bal nu naar binnen plaatsen heeft misschien meer zin met de terugkeer van de Moesje. Hij wordt in ieder geval half geraakt en binnengeschoven. Utrecht wat meer terug in de wedstrijd. Bulthuis als laatste. En dat is redelijk snel na de 0-2. Er worden wat spelers naar beneden getrokken, waaronder de Moesje. Maar uiteindelijk is het van dichtbij Bulthuis die de vrije trap van Takagi, na het slechte werk van Yoshida, kan binnenwerken. Takagi. Yoshida die niet helemaal weet waar de bal is. En dan kan Bulthuis zijn tweede van het seizoen maken. En ging er ook een mooie trek- en duwpartij aan vooraf, waarbij de Moesje bij betrokken was. Maakt dat wat extra krachten los. Meeuwis. Sneijder. De recht won daar van de Moesje, maar daar is nu Duplanhoff. Die bij echt elke actie appelleert om ik weet niet wat. Als het een doeltrap is, is het voor hem een corner en omgekeerd. Maar het is gewoon een schot over. Wildschut. Tussen twee mannen. Dan geeft Azara nog een tikkie. Maar ook een verontschuldigend gebaar buiten het beeld. Dat is mooi. Forstemans en tegen de Moesje aangeschoten. Yoshida speelt Wildschut vrij en Van der Marel moet in de achtervolging Azara ook. Azara tikt inderdaad, jazeker, Wildschut aan. Dat is toch een wapen hoor. En ook maar meteen geel voor Azara. Leek mij toch meer een ongelukje dan bewust grove opzet. Ja, kan het ervoor geven. Hij loopt hem van de sokken terwijl hij niet meer bij de bal kan. Dus gaat Nana Azara naar Leiva Cabessi bij VVV. Nu ook in het boek. Meeuwis of Leiva Cabessi? Leiva Cabessi, laag. Bal nog net weggegleden voordat Berghuis kan schieten. Timmy Sela. Gentenaar. Yoshida, goed ingestapt.
De rechterkant wil Berghuis graag de bal. Wordt niet zo vaak aangespeeld. Berghuis, dit doet hij goed. Uchebo, weer een schot van buiten de 16. En hij probeerde zowaar ook nog de iets te ver voor zijn doel staande Van Dijk te verschalken. Maar hoe zag de uitvoering? Zo liggen er nogal wat spelers om beurt op de grond. Nu is het Bulthuis die te maken krijgt met de elleboog van Yoshida. Maar ja, die... Ik krijg niet de indruk dat hij die gebruikt om Bulthuis te bezeren. En Bulthuis kwam pas laat richting dat duel. Maar ja, dat maakt het voor de doelpunt te maken van Utrecht natuurlijk niet minder pijnlijk. Schut. Duplan. Verdedigd door Wildschut. Van der Gun. Schut richting de Moerje. Duplan, Hazare, Sneijder. Van der Gun. Sneijder. Nou, pijn bij Sneijder. Dan zal hij vol de enkel geraakt hebben, Maguire. En dat is ook zo. Staat op zijn voet. Ja, dat is pijnlijk. Venijnig. Gezien door Makkerli. Hij zal ongetwijfeld vaak naar Broerlief gekeken hebben. En hij kan het ook hoor. Hij kan het ook. Gentenaar. Weet dat. En red. De bal draait daar de hoek in. Maar Gentenaar weet een treffer te voorkomen. Takagi. En de Moeze. Keihard. 2-2. Schade hersteld. Nog niet aan zijn hoofd, maar wel aan de stok. En wat een knosgekke, leuke wedstrijd wordt het zo. Koekschop. Niemand die daar aan zit, behalve de Moerje. Ja, er wordt wat geschampt hier. Maar niet echt lekker verdedigd door VVV. Waardoor de Moerje keihard kan uithalen zijn derde van het seizoen maakt. En zo is ook deel 2 van het scenario... Klaar. En als het hetzelfde wil halen als vorig seizoen, dan moet Utrecht nog één keer scoren. En dat kan zomaar. Duplan kreeg even een duwtje van Luibe Cabessi. Weghaalt Yoshida. Uchebo zet het lichaam ertussen. Is Schut er snel af. En die kan net corrigeren. Wildschut. Van der Marel tikt de bal buiten. Ik kan me zo voorstellen dat Lokhoff, de trainer van VVV, straks in de commentariering zal zeggen... Ja, bij die stilstaande situaties stonden we niet goed. Duplan. De Moerje.
Sneijder kan uithalen. Sneijder, Gentenaar, de bal te ver van zich af. Takagi wordt even vastgehouden, volgens mij. Op het moment dat hij door wil op Gentenaar. Die gooit de bal buiten, want hij heeft wel gezien dat de kleine Japanner hard tegen hem aan is gekomen. Maar Makkali trekt hem overeind. Gentenaar, de bal te ver van zich af. En Takagi komt nog even binnengegleden. Forsterman zat ertussen, maar niet goed. Gentenaar ook niet goed. En dan denk ik dat Timisela de snelheid van Takagi verhoogd heeft. Ja, hoe moet Gentenaar verder? Vraagt hij onnodig aan Makkali, want dat weet Gentenaar natuurlijk al. Berghuis. Niet de fysieke kracht van Maatje Wildschut aan de andere kant. En het gaat in deze fase toch zeker om kracht van de Marel. De Moesje, alles op de Moesje. Het is een recept wat werkt op dit moment. Van de Gun, Takagi. De Moesje wijst alweer, geef maar. Maar Takagi houdt vast bij Forstermans nadat hij de bal kwijt was geraakt. Sneijder. Van der Marel. En de fans zijn nog niet tevreden met de terugkomst van 0-2 naar 2-2. Ze willen meer. Het liefst voor rust. De Moesje. Van de bal gelopen door Yoshida. En Wildschut ontdoet zich weer van twee tegenstanders. En speelt dan even Schut door de benen, zeg. Wildschut, daar gaat hij. Wildschut. Is er nu wel iemand om het af te ronden? Nee, weer. Mag je dat toch Uchebo en of Berghuis aanrekenen? Dat ze niet op waarde schatten dat Wildschut er langs gaat. Dat is al de tweede keer. Dan moet je vol voor die bal gaan voordat die bal gegeven is. Zoals de Moesje nu al deed. En dan een voorsprong heeft op Gentenaar. Je moet erop rekenen dat die bal komt. De Moesje deed dat. En aan de andere kant deden Uchebo en Berghuis dat minder. Duplan. Uiteindelijk kan Gentenaar de bal pakken. Wat een boeiende fase is het op die manier. Hier Gentenaar die uitstekend redt. Maar hier de demarrage van Wildschut. Prachtig. Door de benen gespeeld bij Schut die in een flits voorbij was. En dan de voorzet. En de voorzet is gewoon goed hoor. Maar Berghuis komt nu pas aangewandeld. En Uchebo was bij de eerste paal. Nou, dat wandelen neem ik terug, maar hij was te laat. Je weet wat Wildschut doet. Wat hij kan. Timisela. Berghuis. Van de bal geduwd door Bulthuis, maar dat mag. Niet echt een flitsende buitenspeler, Bulthuis. Dus geeft hij maar naar Zara, dat is verstandig. Duplan, Sneijder. Weggehaald Forstermans. Van der Madel. Wildschut. Goed gekeken, goed gegeven. Meeuwis. Yoshida. Overtreding van der Gun.
Buitens richting de Moerje. Leiber Kawessi. Rustig gebleven. Goed gegooid door Gentenaar. Meeuwis. Berghuis. Mucebo. Aan de linkerkant wacht Wildschut. Maar dan gaat het pas na 3 tussenstations heen. 4 tussenstations. Het gaat er helemaal niet heen. Hij staat echt vrij. Hoor. De rechter. Gentenaar. Duplan zit daartussen. Een ingreep van de recht. De ingooi is voor Utrecht. Leiwe Kabessi. Uchebo. Schut ertussen. Pijn bij Wildschut. Schut. Niet bij Van der Gun. Meeuwis. Lastig gevallen door Sneijder, maar blijft erg rustig. En vindt Maguire. Yoshida. Buitens. Daar zat meer in voor VVV. Slechte paas van Yoshida. Takagi. Fouten over en weer. Tempo gaat omhoog. Het wordt leuker en leuker. En verveeld hebben we ons eigenlijk al geen seconde. Buitens richting de Moerje. Met de recht. De Moerje weer last. Hazare. Goed gezien, maar van te ver om Gentenaar echt lastig te vallen. Het is een fraaie fluitketel eigenlijk die zo op zijn hoofd zit. We krijgen er veel tijd bij. Logisch, want er hebben wat spelers op de grond gelegen. Waaronder de Moerje. En ook Leiva Kabessi. 3 minuten. Azare. En als je zoveel tijd bijtrekt, dan kun je eigenlijk beter maar meteen door in de tweede helft. Het is toch mooi, de speaker die hier omroept. 3 minuten spelen alsof er een doelpunt gescoord is. Duplan, de Moesje tegen de grond. Met Forstemans. Makkeli zegt, weet je wat, doeltrap. Ja, of ze het aan de zijkant gezien hebben. Forstemans en de Moesje. Ik denk dat de Moesje wel een punt heeft. Maar hij gaat het niet krijgen. Ging overtuigend naar de grond, de Moerje. En het leek erop alsof Forstemans naar de daden was. Forstemans die nu veel lichter in de fout gaat. Maar dit is buiten de 16. Dat is het wat veiliger. Heel klein porretje in de rug. Dat binnen de 16 onbestraft blijft. Levert nu Utrecht een vrije trap op. En de eerste minuut van de extra tijd zit erop. Als Utrecht op zoek blijft naar de voorsprong. Sneijder. De Moerje. En Yoshida kan de bal gewoon laten gaan. Ja, dat moet straks maar even een nieuw verbandje om. Al die moeite gedaan voor die hele tulband eromheen te draaien. En binnen een paar minuten is het hele werk voor niks geweest. Maar de boel lijkt opgedroogd, dus kan de Moerje ook voorlopig even zonder verder. En dan heeft hij dadelijk in ieder geval 15 minuten om het allemaal netjes op te ruimen. Terwijl Sneijder van dichtbij voor Makkeli, althans Yoshida, blesseert. En meneer Makkeli, dat is doorgaan zonder dat je de bal kunt spelen. Sneijder. Timmy Sela duwde, maar het mag verder. Maguire nog een keer. Nee, Van der Marel. Terwijl Maguire boos is op Uchebo, omdat hij in de weg loopt. Ja,
Het zijn merkwaardige exemplaren die voorwaarden soms bij VVV. Uchebo grillig. Scoorde vrij, maar hier doet hij dan weer iets waar in ieder geval ook zijn ploegmaat niet op rekent. Azare. Duplan. Die kan daar niet bij. Goed werk van Timmy Sela. Het is ook het laatste voor wat betreft de eerste helft. Het gefluit geldt de stand, niet dat wat we allemaal gezien hebben. Koert Westerman praat met Robbie Alfle, de assistenttrainer van FC Utrecht. En hij heeft een nieuwe tulband. Die zit wat beter zo te zien. En kan het weer prima vinden met Forstemans. Zo hoort het ook. Hij komt nu nog helemaal naar hem toe. We zullen elkaar zo wel weer tegenkomen tijdens de wedstrijd. Zo zal het zijn. Leiwe Cabessi, u hoorde dat Wil Boessen zeggen, heeft wat last van het hoofd. Niet verwonderlijk, maar hij gaat toch weer beginnen. Hij kwam slecht terecht na dat duwtje van de Gun. Op schouder en dus blijkbaar ook op het hoofd. Smakkerd gemaakt, maar hij is fit genoeg. Dat is iedereen bij en VVV en Utrecht. Geen wijzigingen dus. En Uchebo die deze bal niet kan binnenhouden. Buitens. Richting de Moesje maar weer. De Moesje die wat te makkelijk gaat liggen, vindt Makkeli. En de recht die dan een overtreding maakt. Makkeli heeft het signaal gegeven dat het allemaal mag. Takagi of Sneijder. En de Moes. Toch weer vrijgekomen. Verdedigers hebben het lastig met de aanvallers vanmiddag. En dat is mooi voor de neutrale toeschouwer. Als je fan van een van de twee bent, dan beleef je regelmatig benauwde ogenblikken. Sara even. Yoshida ook. Leiber Cabessi, ondanks de hoofdpijn. Sneijder. Duplan. Bal kwijt. Maguire. Meeuwis. Utrecht probeert druk te zetten. Dus moet. VVV terug. De recht op Gentenaar. Die krijgt hem niet binnen de lijnen bij Berghuis. De Moesje. Forstemans. Schut. Niet zo'n lekker balletje voor Van der Marel. Ja, veel krediet hebben de spelers van Utrecht niet. Goede bal van Van der Marel op Sneijder. Sneijder, de Moesje. Goed meegegeven aan Duplan, maar die wordt van de bal gelopen. Onder andere door Yoshida. En Meeuwis in de richting van Uchebo, maar ook niet meer dan dat. Yoshida. Cabessi. Wildschut. Weer makkelijk om Van der Marel heen. Uchebo. Berghuis.
Maguire. Azara tikt hem weg voor het Maguire-Federico. En is over de lijn geweest. Dus wordt het een hoekschop. Genomen door Berghuis. Weghaalt Bulthuis. Half. Of was het Duplan? Nee, het was Duplan die de bal raakte. In ieder geval is het een ingooien voor VVV. Kwijt aan Yoshida. Forstermans. Takagi, goed gedaan zeg. Daar had Forstermans niet op gerekend. De Moesje. Te hard voor Azara, althans om er snel mee door te kunnen. Sterker nog eens hem kwijt aan Maguire. Berghuis wil hem hebben. Maar Maguire kiest voor iets anders. Iets lastigers, iets moeilijkers en iets ook wat niet echt opschiet. Behalve dat VVV de bal houdt. Uchebo schudt. Wild schudt. Goed paasje. Meeuwis. En dan staat Maguire vast, krijgt Meeuwis alsnog de vrije trap mee. Omdat Azara hem opvangt. Bulthuis, Azara, Takagi. En Yoshida, die hem tegen enkel aanloopt en daar geel voor gaat krijgen. Hij weet wel hoe hij hem moet toespreken, ongetwijfeld. Ja, op de voet staan ook weer zo'n venijnige. Eigenlijk toch wel tamelijk smerige overtreding. Van de Gun, vlag is omhoog. Bulthuis neemt geen risico's. Komt er niet uit, wil een vrije trap, maar doorspelen zegt Makkeli. Van der Madel onderschept de paas van Yoshida. En van Duplan naar Van Dijk. De recht. Zomaar in de voeten bij Van der Gun. Het is geen wedstrijd voor de vijfbesnare technici. Zoals Berghuis en Van der Gun. Ook zij moeten hard werken. Yoshida van de bal gelopen door Van der Gun. Die dus in dit geval de boodschap begrepen heeft. En dan is het schot wel aardig. Maar niet lastig genoeg om Gentenaar te verrassen. De poging van Bulthuis. Wuiters. Sneijder. Terug op Van Dijk. Uchebo, lange lichaam ertussen, moeilijk te bespelen. Berghuis, Takagi kwijt, maar niet langs Azara. Er zit toch niet echt overtuiging in die acties van Berghuis. De Moesje grijpt weer naar het gezicht. En hij en Yoshida liggen op de grond. Doorspelen, zegt Makkeli. Nee, zegt Van der Gun, dan trap ik de bal dus buiten. En zo hoort het.
Ja, daar kwam Yoshida weer merkwaardig binnen. Zoals in de eerste helft ook wel een keer. En dan komt hij ongelukkig ten val. Beklom Mount de Mouge. Dat bleef niet zonder gevolgen. Storen van Meeuwis doet het met een overtreding daarbij. Maar hij maakte het Wouters in ieder geval even lastig. Koos het moment goed, de uitvoering was minder. Trap van Wouters. De recht. Maguire. De Schebo. Meeuwis. Aan de rechterkant kan Berghuis. Berghuis met Bulthuis. Nu de bal met links voor. Dat is goed gedaan. Goed gekopt ook door Maguire. Prima aanval van de VVV. Besloten met de kopbal van Barry Maguire. Goeie actie van Berghuis. Die nu Bulthuis kwijt is en dan met links de bal prima voorzet. En zo goed mogelijk gekopt door Maguire. Zo kan het. Nog steeds alle kanten uit. Van der Gun. Tagari. Tagari. Ja, Azare stond daar stil. En Tagari kreeg de bal niet bij. VVV gaat zo wisselen. Luiper Cabessi gaat er dan toch uit. En Fleuren komt in zijn plaats. Van der Madel wordt daar bijna verrast door Wildschut. Michela, Luis van Tagari. En wint dan alsnog. Snijder. Voor Meeuwis. Tagari. Uchebo. En zelfs de snelle Wildschut kan niet bij deze paas van Maguire. Dan nu dus Fleuren voor Leiva Cabessi. Naar de paas van Meeuwis. En uiteindelijk schut. Duplan. Snijder. Tagari. Aan de linkerkant komt Bulthuis mee. En de Mouge mag verder. De Mouge 3-2 voor FC Utrecht. Twee keer de Mouge. En niet met de tulband, maar met de voeten. Maar wat vrij kon hij dat doen. Het dient gezegd dat hij het daarna wel mooi afmaakt. Tagari. Goed gezien dat de Mouge hier is doorgelopen. Maar hoe kom je zo vrij? Kijkt, ziet de verre hoek vrij. Maar geen tegenstander in de buurt. Goed gedaan, de Mouge, de vreugde bij Wouters. Het is zijn vierde van het seizoen. Hij verdubbelt zijn productie in één wedstrijd.
Van 0-2 naar 3-2, zo was het scenario waar Utrecht dan op hoopte toen het eenmaal met 1-0 achter, of 2-0 achter was gekomen. Maar er is nog lang te spelen en beide defensies zijn niet zeker vandaag. Dus VVV kan hier nog wat halen. De Moerzen. Nu wel weer Forstemans in zijn rug. Ook bij 3-2 voorsprong willen de Utrechtse fans er niet van weten dat er teruggespeeld wordt. De recht duwt Van de Gun. Valt allemaal wel mee. Van de Gun staat ook weer. Uur gespeeld in Utrecht. Nou, Utrecht zich teruggeknokt heeft naar een 2-0 achterstand. Tot een 3-2 voorsprong. Gaat Snijder de vrije trap nemen. De Moerzen nu met het hoofd. Nee, ja. Maar ze willen bij Utrecht iets anders. En door het appelleren worden ze bijna weer verrast. Berghuis levert de bal snel in. Buitens. Duplan. Van der Malen komt mee. Van der Marel. Daar is nog de kleine Takagi. Timi Sela wint dat. Van de Gun vangt de bal op. Bulthuis. En nu doet Utrecht wat het publiek zo graag wil. Naar voren. Op zoek naar meer. Maar niet alles lukt. De kopbal van de Moerzen. En dan lijkt mij de beslissing van Makkeli toch terecht. Werk gedaan met en zonder tulband. Verkozen tot de koning van vanmiddag. Gekroond. Onvrijwillig. En zijn vervanger is Alexander Gerndt. Die niet echt overal even populair is, zo door. Azaren. Gerndt. Azaren. Van de Gun. Azaren. Vergeet de bal. Maar Van de Gun nog. Via Forstemans wordt het een hoekschop. Utrecht drukt door. Azaren. Van de Gun. Azaren krijgt dan de bal niet helemaal mee. Wel terug weer op Van de Gun. Dan zit Forstemans ertussen. Weggehaald door Meeuwis. Berghuis, een van zijn laatste acties, want hij wordt zo vervangen door Cullen. Niks aan de hand hier. Meeuwis van de bal gelopen. Van de Gun. Takagi. Duplan. Daar is geen tulband meer. En Gerndt liep net naar de eerste paal. De wissel Cullen voor Berghuis bij VVV. Bobby op het shirt.
4 overwinningen op rij, 5 nederlagen op rij. 2-0 voor hier, 3-2 achter hier. Dit is het VVV van de tweede seizoen zelf. Snijder. Niks aan de hand. Wachten zelf te lang. Yoshida. Wacht ook te lang. Hij krijgt dan van doen met Gernd. Een Gentenaar die een corner niet weet te voorkomen. Geknoei bij VVV. Moet uitkijken dat ze hier in deze fase de wedstrijd niet definitief verspelen. Met nog een Utrechtse treffer zou dat zomaar gedaan zijn. Stilstaande situaties zijn voor VVV vandaag lastig te verdedigen. Takagi. Uchebo haalt de bal dan weg. Duplan mist. Azare schiet. Maar de bal wordt tegengehouden. Takagi. Van de groep. Ruimte voor Duplan. Maar die draait dan toch de bal tegen Yoshida. Wildschut. Nog niet te veel van gezien. Dat ligt niet aan hem. Dat ligt aan de kracht van Utrecht. Wildschut. Wel Duplan kwijt. Van der Marel. Moet ook terug. Dan wordt het uiteindelijk een doeltrap. Wildschut. Uchebo. Maguire. Duplan. De ingooi is voor VVV. En nu is hij voor Utrecht. Halverwege de tweede helft heeft Utrecht dus de voorsprong. Die is nog wat broos, gezien ook een gebrek aan stabiliteit achterin bij beide ploegen trouwens. Maar hij is er. En daar heeft Utrecht hard voor moeten werken. Uchebo richting Kullen. Duitens en Schut. Yoshida. Fleuren. Wildschut. Takagi. Snijder. Voordeel. Fleuren. Uchebo. Timisela. Uchebo niet bij Kullen. En dan is Timisela daar weg. Van de groep. Wacht op Gernd. Daar was de bedoeling dat Van de Groep weer gevonden zou worden. Gentenaar voorkwam dat. En de combinatie met Duplan die niet lukt. Hey.
Maguire. Meeuwis zoeken naar Uchebo, je weet maar nooit. Schut verdedigt er goed. En Wouters trappen de bal verder. Maar niet naar medespeler. Cullen. Overtreding van Bulthuis. De recht. Uchebo. De recht wel doorgelopen. Uchebo. Met die uitschuifbare benen weet hij soms zelfs ook niet, zelf ook niet dat hij die bal heeft. Of weer bij toeval terugkrijgt. En Lokhoff staat te gebaren dat via de vleugels gespeeld moet worden. Maar hij moet eerst maar eens gespeeld worden. Want een medespeler vinden is in deze fase, voor beide ploegen trouwens, tamelijk lastig. Cullen. Die Michela. En makkelijk voor Van Dijk. Duplan. Gernd. Ja. Wil dan alsnog een vrije trap omdat Duplan daar lichtelijk werd tegengehouden. Maar dat ging niet door. Van der Marel mag gooien. Azare. Schut. Slecht zomaar ingeleverd bij Yoshida. Maar die levert ook weer in bij Azare, die toch keihard werkt. Duplan. Weggehaald Forstemans. Bulthuis niet. Cullen wel. Uchebo met ruimte. Nu geven. Maar ja. Maguire. Forstemans schuift mee in. En paast dan veel en veel te hard in de richting van Cullen. En zo is dat inschuiven wel goed gekozen. Maar het vervolg levert dus niks op. Overtreding van Gernd. Goed gedaan van Sneijder. Maar Bulthuis dan maar weer met een lukraken. Forstemans ook. Maar het is meer luk dan raak helaas. Yoshida. Uchebo. Yoshida. Meeuws. Goed gelopen door Cullen. Die is nu daar de ruimte in. Hij heeft dus de tijd voor een voorzet. Ah, de voorzet is niet goed genoeg. Gevangen door Wouters. Azare. Duplan. Duplan. Met een goede bal richting Van de Gun. En Gentenaar. En een grote aarzeling. Dat doet Van de Gun dan ook een beetje. En zo wordt het uiteindelijk een doeltrap. Duplan. En dan komt Gentenaar. Maar beide heren durven niet echt.
Van Dijk, niet zo'n lekker balletje. Van der Marel, die hem dan ook maar snel naar voren rost. Met Wildschut in de nek. Dorst hij niet anders. Bulthuis over Gentenaar heen, maar Duplan nu pas, dus dat kon geen kwaad. De recht. Utrecht krijgt. Dus onderweg grandioze spelen steeds meer greep. Het VVV lijkt niet meer bij machten om die achterstand weg te werken. Al weet je het maar nooit natuurlijk vanmiddag. Kullen. Ik ben Hens, maar mag verder. Timmy Sela. Kullen. Tweede keer dat die bal tegen de korfvlag aankomt vanmiddag. Nu blijft hij binnen. En buitens levert zo in bij Meeuwis. Maguire. De twee keer toe aan Hazard weer gegeven en dan vastgehouden door Maguire. Die daar ook een bekeuring voor krijgt. Begon zo leuk de wedstrijd voor Barry Maguire. Al vierde hij dat feestje dan dus ingetogen. Dat hij in de 9e minuut scoorde. Maar nu 3-2 achter en een gele kaart te pakken. Maakt het allemaal minder leuk. Wat kan VVV nog? Forstemans doorgelopen. Forstemans doorgelopen. Daar is hij aan de bal. Forstemans. Proberen de bal over Van Dijk heen te lopen. Dat lukt, maar het is ook over het doel. Toch komt hij daar weer met grote passen. De man van Utrecht. Alsof hij hoogst persoonlijk van achteruit alles helemaal recht wil zetten. Maar dat lukt hem hier dan dus niet. Het is wel een mooie actie. En zo gek niet geprobeerd. De Ismo Forstemans. Hazard. Dat is goed gedaan. Van der Gun. Maar dan draait hij weer de drukte in. Maar hij heeft de bal nog steeds. Gentenaar nu. Wildschut. Thank you.
Bulthuis en Kuller. Kuller heeft wel wat meer fysiek dan Berghuis, maar hij komt er ook niet echt langs. De keer dat hij langs kwam, was de voorzet niet goed. Gerrit aan de binnenkant bij Timmy Sela, die nu rechts voor zich weet. Gerrit die dan probeert van de grond te bereiken. Dat mislukt en dat maakt hem niet populairder hier. Twee kansen heeft VVV gehad. Via Maguire kopbal over en via Forstemans zojuist. Wildschut. Ja, daar is hij. En uiteindelijk is het Duplan die nog de bal een tikje kan geven. Er moeten veel spelers aan te pas komen om Wildschut af te stoppen. Overtreding van Yoshida. Van de Gun. Duplan. Ruimte voor Sneijder. Niemand aan de linkerkant. Takagi loopt daar nu wel weer naartoe. Maar het is een beetje demonstratief misschien hoe Sneijder die bal die kant uitspeelt. Want daar was inderdaad niemand van u te vinden. Wel veel ruimte. Alsnog hier Gerrit Azare. Azare, goede beweging. Maar geblokt door Yoshida. Kullen, Uchebo, Meeuwis. Meeuwis met de bal richting Wildschut. En u weet het, dit kunt u nog doen. De man of the match kiezen en moet u snel zijn. www.eredivisielive.nl/sidekick. Uw tweede scherm. Kunnen we zo kijken wie het geworden is. U bepaalt dat. Meeuwis kan schieten, wilde ik zeggen. Takagi glijdt daar snel voor. Bulthuis levert weer in. Van de Gun. Bal gespeeld op Duplan. Gentenaar plukt de bal voor Gerrit. Spits erbij dadelijk bij VVV. En dan zal huurling Forstemans het veld verlaten. Forstemans, die wellicht definitief bij VVV blijft. Die club wil dat graag. Moet nog over gesproken worden, maar voorlopig wordt er gescoord door Gerrit. Zomaar uit de draai, goed gedaan. En daarmee is de wedstrijd beslist. De recht kon daar niet bij. En Gerrit schiet hard en droog binnen. En is ineens een stuk populairder. Takagi, hij gaf hem ook al aan de Moesje. Nu geeft hij hem aan Gerrit. En misschien wordt het schot nog wel wat beter. Omdat daar ook de recht nog bij zit. Maar hij schiet er mooi binnen. Gerrit. 4-2. Er is wel gewisseld, maar Wildschut is eruit gegaan en niet de Forstemans. Uchebo een beetje vanaf de linkerkant en 0-4 in de spits. Voor wat het nog helpt met de tijd die VVV nog heeft. Hens. Meteen een hele snelle kaart voor de Novoor. Dat hij Hens maakt. Ja. En dan zeggen, ja, maar dat kwam omdat ik geduwd werd. Ja.
Twee keer bij stilstaande situaties dat VVV zich liet verrassen. Dat was voor rust. Na rust met steekpaasjes door het midden. En zo is het ene probleem opgelost. Komt er een ander voor terug. Makkely spreekt met Duplan. Kans voor Forstemans is er geweest. Kopbal van Maguire. En Utrecht is met de mogelijkheden effectiever omgegaan. 0 voor. Zo, van de bal gebeukt door Wuiters. Geel, ja, dat lijkt me ook, ja. Gewoon een ordinaire bodycheck. Totaal geen oog voor de bal. Dus wordt er door de heer Wuiters ook niet geprotesteerd. Dat lijkt me wel het minst. Laatste 5 minuten lopen in een wedstrijd die beslist lijkt. Of wordt dit nog wat voor VVV? Dan kan het nog een spectaculair slot opleveren. Hazard. En Gernd staat buiten spel. Vijf keer gescoord nu dit seizoen, Gernd. Daar was meer van verwacht. Van heel Utrecht. Trouwens. Uchebo haalt er via Van der Marel nog een hoekschop uit. Forstemans is mee. Van Dijk. Kan rustig pakken. Snijder voor het doel wijst Van de Gun. Snijder gaat zelf. Goed schot. Goede redding ook van Gentenaar. Maar wat heb je er dan, zie je hem denken, met 4-2 achter. Zo lijkt de weg op ontsnapping uit na-competitievoetbal en steeds moeilijk begaanbaarder te worden voor VVV. En grijpt Utrecht die theoretische strohalm, moet ik zeggen. Die strohalm die wellicht eindigt in toch nog het halen van de play-offs. Maar ja, die weg is nog lang 0-4. Had al geel, gaat hier in de recordtijd af. Zou zomaar kunnen, of is Makkely lief? Hij spaart hem. Hij spaart hem echt, hoor. Geel naar Dom Hens binnen een paar seconden en dan 2 minuten later dit. Ja, het is gewoon geel. Dus eigenlijk had Novoor er alweer afgemogen. Hij wil er niet van weten. Oor komt voor Van de Gun. En Snijder kan het goed vinden met Makkely. Frank de Moerje. Door het publiek al verkozen en ook door u. Via uw tweede scherm. Via www.eredivisielive.nl. Snijder als tweede en Takagi als derde. Maar de meeste stemmen, veruit de meeste stemmen, gingen naar en terecht de Moerje. www.eredivisielive.nl/sidekick. Uw tweede scherm bij alle wedstrijden. Je kunt daar veel extra's op vinden. Het gehavende gezicht van de Moerje. Maar ook de wetenschap. Twee keer gescoord. Niet met dat gehavende hoofd. Maar twee keer goed uitgehaald. VVV heeft er dus uiteindelijk niks aan overgehouden aan deze wedstrijd.
waar het na 21 minuten toch echt met 2-0 voor heeft gestaan. En bij rust nog 2-2. Buitenspel voor Germt. En weer kondigt de speaker enthousiast aan dat het 3 minuten extra tijd is. Alsof er gescoord is. Prachtig. Cullen. En Van Dijk. Wordt een hoekschop. Ja, zeker. Cullen met een poging waar Van Dijk eigenlijk gewoon vanaf moet blijven. Cullen. Dat was dichterbij. Of was hij het? De recht, ja. Mooie kopbal. Mooie kopbal en een paar centimeter naast de verkeerde kant van de paal voor VVV. VVV dat ook naar rust via Maguire. En via Forstermans nog 2 aardige kansjes heeft gehad. Maar Utrecht op wielskracht, vasthoudendheid en via de Moesje de winst te pakken. Dus Roda blijft haalbaar, al is het op grote afstand. 5 punten. En dan moet je er ook nog vanuit gaan dat je alles wint. En die indruk, zo stabiel, is Utrecht nou niet echt. Maar eerst maar het feestje vieren van de overwinning op VVV. Want dat heeft, ik zei het al eerder, veel kracht gekost. Ja, Bulthuis kon natuurlijk niet sneller weg. Meeuwis. Nou, dat kan nog een treffer worden. Van Dijk weet het te voorkomen. De recht. Mooi schot hoor. En dan glijdt hij weg. Daar was VVV dicht bij 4-3. Tot 2 keer toe de recht in de extra tijd. Eerst met het hoofd en nu met dat schot. Waar Van Dijk zijn beste daad van vanmiddag op verricht. Van een goede redding. En daar zou Oor graag bij hebben gekund. Tommy Oor. Goede redding van Van Dijk was het. Op die poging van de recht. Wel mooi zo. Boeiende wedstrijd, zeker in de eerste helft. In de tweede helft was het wat minder qua spektakel. Wel duidelijk en steeds duidelijker Utrecht, de meer bovenliggende partij, zonder tot echt fraai voetbal te komen. Veel te danken aan de Moesje en aan de assist van Takaki. 2 keer de Moesje. En tot slot ook nog Germt zorgen voor 4-2 eindstand. Nadat VVV zo goed aan deze wedstrijd was begonnen. Was het dus eerst Bulthuis die scoorde, 2 keer de Moesje en Germt. En Maguire en Uchebo deden dat voor VVV Venlo. Dat dus de afstand nog steeds erg groot ziet na ontsnapping uit voor na-competitie voetbal. En Utrecht kan nog altijd denken aan de play-offs, maar dat is ook wel ver weg. Afstand tussen Utrecht en Roda, 5 punten. Maar het is een eerste stap en het is een goede stap. En er is in ieder geval voor wat Utrecht betreft genoegdoening gedaan na de nederlaag in Doetinchem. En na 4 overwinningen op rij verliest VVV dus nu voor de 6e keer op rij.